Het is november, het is regenachtig buiten en jawel, het is tijd voor de Masterclass Poker 2015. Vandaag is de kick-off, vandaag het 1500 re-entry toernooi. Heel veel natuurlijk bekende spelers uit Nederland, maar ook vanuit de rest van de wereld zijn ze naar Amsterdam gekomen voor het grootste toernooi van ons land. Elke dag een MCOP journaal en vandaag kicken we dus af, kijken wie er vandaag in actie komen. Kachilov, welcome to Amsterdam. It's your first time, no? Thank you. Yeah, it's my first time. Yeah. How did you end up here? Because, I mean, this is our biggest tournament in Holland, but I didn't expect you. Yeah, so I've heard. I mean, I was in Ukraine and I haven't played any live poker since Barcelona, so I really missed it. And, it's a short flight from Ukraine, so I just really wanted to play. Because Prague is my next stop, but I couldn't wait. And I've always wanted to come to Amsterdam and play. And, you know, I've heard a lot of good things about this series. So, how is it so far? I like it. I'm enjoying it a lot. I think... one of the biggest things I'm enjoying is the fact that there's shufflers at the tables. Mm-hmm. So the game is moving really fast. Even though we're playing 10-handed, it's actually really nice. So it's just, you can even feel the change. Like, it's just so much fast-paced. I saw an interesting run out at your table. I mean, usually on day one of a tournament, we don't talk about hands, but this was kind of spectacular. Even you hadn't seen it, and you played your fair share of poker. Yeah, I've seen everything. I mean, I don't know, but I haven't seen that. Yeah, it's just normal hand where two people got it all in with aces versus ace king, and then it just came three kings on the flop, and then an ace on the turn, like as like a needle. It was just funny, like, because he's still one out. Dead. No, he's still drawing dead, no outs. Oh, yeah, obviously. King, but it was just a really funny hand. Like, even the guy with aces, like, you know, he's like upset, but he was just like laughing because it's a funny way to like bust out. So, you know, it's memorable. You'll be here all week? Yeah, I'll be here all week. I'm planning to play most of the big tournaments, so I'm really looking forward to it. There's also a 10K tournament here. Yeah. Is that on your list? Yeah. I'm looking forward to playing it, so we'll see how that goes. All right. Best of luck. See you tonight at the party? I'm not sure. We'll see. Okay. Thanks. Thank you. I'm begging of you, don't take my hand.
zit hier achter het sub. Je hebt het niet gehaald. Nee. Met zo'n snel spel, blindfolds, ja, dan moet je dus even geluk hebben ook in het begin. Of je moet zwaar bluffen. Zwaar bluffen of ongeluk? Of even geluk hebben. Ik heb geen kaart, dus maar ja. Ik had in het begin twee goede kaarten, maar daarna was het helemaal niks. En dus eruit? Dus eruit, maar... Leuk? Ik vind het wel ongelooflijk leuk. Ja, het is ook nu even aan het eind zo met Jamie en René. Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Leuk. Jij speelde vroeger Pokémon, maar anders dan wat we hier aan het spelen zijn. Ja, nee, dat was vanaf mijn 14e met Richard en Ronald en Frank. Machado Fink, Danny Muller, deden we altijd in de bus of in trainingskamp op kamers. Gingen we pokeren, maar het was toen dicht pokeren nog. Hè? Nu heb je open pokeren, maar dat was toen de tijd, was het al met 5 kaarten in je hand. Ja, dat is ook altijd heel leuk en gezellig. Maar toen ging het om 10 cent en een kwartje. Wie was de beste? Want Richard Witz gezien ik wel. Is natuurlijk Marciano Fink, die heb ik altijd hier gezien natuurlijk. Ja. Wie was de beste spokenspeler? Nou, toen was Richard de beste, ja. En later is Marciano ook heel goed geworden natuurlijk. En die is er nog steeds wel, hoor. Maar die is altijd wel goed geweest in spelletjes, wat dan ook. Alle kaartspellen, daar is Richard heel goed in. Ga jij nog vaker pokeren? Nee, ik heb er geen tijd voor. Moet gewoon gewerkt worden, hè. Ja. Misschien volgend jaar weer. Ah, wie weet. Ik hou me aanbevolen. Dankjewel. Dankjewel. Sorry. Het is heads up hierachter. Jij hebt het niet gehaald. Hoe was het om te pokeren hier? In eerste instantie heel erg leuk. Ik ben eigenlijk heel teleurgesteld in mezelf dat ik de finale plek niet heb behaald. Maar goed, ja, ik moest een risico nemen. Wie gaat er winnen van die twee die er nog over zijn, denk jij? Nou ja, het hangt echt van de kaart af. Ze krijgen allebei best wel speelbare kaarten. Dus ja, het kan elke kant op lopen. Ga je nog vaker pokeren? Nee. Hier? Nee. Ik moet zeggen, ik ben uitgenodigd. Ik vind het heel leuk pokeren. En daardoor ben ik nu gewoon hier. Ik poker al heel lang. Dankjewel. Alsjeblieft. Met hun hand erin waarmee zij wonnen vorig jaar.
En in volgorde van hoe ze de toernooien wonnen, zijn dat Kees van Gent. Ja, ik heb hem gezien vandaag. Kees, als je er bent, ja, je kan er niet onderuit. Kom maar erbij. Ik heb minder hoop voor de Russische speler Gleb Tremzin. Misschien in de house van de 200 euro pot in het Omaha toernooi. Ruben Visser voor het main event, ja. En een klein applaus meteen voor alle winnaars natuurlijk, hè, ondertussen. Emiel Matson, Thijs Dirkswagen, die heb ik ook gezien. Rachid Ben Sharif, Louis Salter, Johan Breur, ook gezien. En Rolf Slotboom, de Nederlandse Poker Hall of Fame. Er is een internationale Poker Hall of Fame, daar zitten alleen maar Amerikanen in. Geen enkele Europeaan en laat staan nog helemaal geen enkele Nederlander. En om toch een beetje de grote Nederlandse spelers en de mensen die belangrijk zijn geweest om poker populair te maken in Nederland, hebben wij de Nederlandse Poker Hall of Fame in het leven geroepen. En de eerste drie leden gaan we bekendmaken. En voor die drie eerste leden staat een prachtige Lito klaar. En die zal uitgereikt worden door de maker van die Lito's, Henk Schiefmacher. En natuurlijk als eerste Marcel Luske bekendmaken als lid van de Nederlandse Poker Hall of Fame. Wie anders dan de godfather van het Nederlandse poker. Ik heb hem gezien, weer keurig in pak. Geen omgekeerde zonnebril. Ja! En een Heineken, helemaal in stijl. En kom erbij. Heb je nog gewaarschuwd? Henk, overhandigd jou de Lito. Ja, je bent gespeed. Nou, eerlijk gezegd, ik heb eens een keer een schilderij gehad, dankjewel. Ik voel me wel vereerd. Ik heb eens een schilderij gehad in een club die ik heb neergezet. En die heette De Wetering. Alleen daar had je de ontbloot bovenaf. En dat was ruitenvrouw met ruitenaas. En dat was het symbool van Club De Wetering. En dat is daarna een privé club geworden natuurlijk. Wij hebben heel veel mensen hun technieken in het pokerspel geleerd. Ik zie heel veel bekende gezichten. Ik zal niet zeggen, maar mijn neus wijst ernaar. Dankjewel, Frank. Ik denk dat je toch een beetje naar rechts kijkt. Marcel, gefeliciteerd. Hang hem op thuis. En dat je nog vele jaren in het Nederlands poker mag blijven rondlopen. Niemand minder dan Noah Boeken. Ook die zou aanwezig moeten zijn. Ooit was dat de protégé van Marcel. Tegenwoordig is hij veel meer. Ik hoop dat hij aanwezig is. Overal staan wel zijn drankjes, want hij zit achter Juice Brothers. Allemaal kopen, dat is mij verplicht te zeggen. Gezond. Noah. 2 jaar geleden hier in Amsterdam de winnaar van het Master Classic Poker Main Event. Gefeliciteerd. Mag ik iets zeggen, Noah? Vind je het mooi? Ik vind het mooi. Ik vind het zo mooi. Ik vind Noah, ook voor jou geldt hetzelfde natuurlijk. Dankjewel dat je poker populair hebt gemaakt met onze Poker Teams NL Celebrity Poker. En gefeliciteerd met deze eer van de Nederlandse Poker. En dan de laatste, want we zijn meteen maar met 3 spelers begonnen. Niemand minder dan Jorrit van Hoof is het geworden. De jury heeft er lang over na moeten denken. Vorig jaar stond je hier ook wel, toen voor een andere prestatie natuurlijk. En toen werd je derde in het WSOP Main Event. Heel eventjes was die aanvoerder van de all-time money list in Nederland, maar Marcel Luske heeft vorige week het toernooitje in Nottingham gewonnen, dus je staat weer tweede. Maar dit kan je in ieder geval niet meer afgenomen worden. Jorrit, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit is het woord van Marcel Luske.
gebak deze week? Luskes, die zijn gevaarlijk. Jorrit, gefeliciteerd. En voor alle mensen, dank u wel voor de aandacht. Dit was het voor mij. Geniet van het feest, de Heineken Player Party, mogelijk gemaakt door, jawel, Heineken, samen volop. En natuurlijk, Pepsi is er ook deze week weer bij. We hebben zitten geloof van Pepsi al gehad. Ook deze week, mogelijk gemaakt door Pepsi. Mensen, proost en geniet ervan. Dan zit de eerste dag van de Master Classics of Poker er alweer op. De speeldag was om 8:15 al gebeurd. Het feestje gaat nog tot laat door. We hebben een Nederlandse Poker Hall of Fame met Marcel Luske, Noah Boeken en Jorrit van Hoofd. En we gaan nog heel veel kampioenen kronen deze week. Kijken jullie elke dag naar het MCOP Journaal, mede mogelijk gemaakt door Holland Casino.